Welkom mensen in Fortnite. We gaan Fate spelen. Daarnet heb ik een video over Far Cry 4, maar het is een beetje uit de hand gelopen. Hij is niet opgestart. Ja, ik heb de verkeerde knop geduwd en daardoor ben ik het kwijt. Dat was heel dom van mij. Maar nu maak ik geen fout. Dat is ook niet echt veel dat ik van toon. Een camion redden. Een ding is open doen. Ja, zulke klokkentoren. En ja, als ik een gebied bevrijden. Hi. Hoort er iemand mee? Hello. Hello. Oké, dus niemand kan praten in deze match. I'm a livestreamer. Niet een livestreamer. Videomaker. Maakt niet uit hoe dat ze dat noemen. Ik ben ook niet echt zo'n hele goede YouTuber. Maar ik probeer het te zijn voor de mensen. Ik wil je weten waar we zullen moeten landen. Ik ben ook... Oké, het is daar. Ik ben ook niet echt zo'n grote fan van Fortnite, maar ik doe het wel soms een keer graag. Zeker met vrienden en zo. Dat blijft altijd dan zo leuk. Beter met mensen of alleen. Ja, alleen is soms ook wel leuk, maar ja, toch wel. Vind ik het wat saaier alleen. En daarom doe ik nu 50-50. Soms een keer doe ik solo, maar niet echt veel, maar oké. Ik zei eigenlijk een schatkist. Is het een schatkist of niet? Ik denk van wel. Dus ik ga hier landen. Want het is een schatkist, ik zie het al direct. Daar landt er alle twee, ja, daar moet ik al niet gaan. We zijn nog maar met 44 al. Oké, niet echt goede loot, maar toch een flesje, dat is al goed. Ik ben de eerste met zo'n flesje weer. Je moet meestal altijd je loot goed leggen, anders ja, dat ben ik verkakt. Kogels. Pardon. Ik moet nog heel dat weer boeren laten. Maar mijn één wapen heb ik momenteel ook genoeg. Als ik het weer kan killen, is dat goed. Soms trap het spel, maar ik heb er niet veel last van, maar soms. Oké, het is alle twee dood. We zijn alweer nog maar met 37 spelers. Ben je serieus? 37 tegen 48. Er hebben nog maar twee mensen iemand kunnen killen en die zijn al maar 36. Oké. We gaan rap doodgaan dus. De laatste tijd hebben wij altijd de slechtste pech en de anderen hebben altijd de beste spelen. En wij doen onze best, dat toch verliezen wij. Oké, ik ben gewoon een beetje aan het wandelen, maar ik heb ook nog maar één wapen, hè jongens. Dus ja, een beetje kalm aan. Ze biedt stil te nemen met mijn schatkist, maar het is de mijne. En het is mijn auto. Oh, jaksa. Weer zo'n troep. Het is te beter dat dan niet. 33, kan er echt niemand een kill maken? Zijn jullie zo slecht dan? Oké. Ja, weer een dood. We gaan dat nooit winnen. Wat heeft het van nut? Ik denk dat er sommigen dat opheen. Dat ze weten dat we dat toch nooit meer gaan halen. En ik heb gewoon zin voor deze match te verlaten. Als er binnen... Ja, ik weet niet. Ja. Ik kan niet zijn binnen hoeveel minuten bedoelen. Als er binnen 10 mensen... Dat er nog maar 10 mensen overheen, ben ik gewoon uit de party. We doen uit de match. Want ik heb geen zin voor als laatste over te spelen. Want het lukt toch nog een keer. We zitten nog aan 30. Dus wat heeft het dan vanuit dat we dit nog verder proberen te doen? Ja, zo zie je nog één. En ik ben de laatste overlevende van onze ploeg.
hier hebben de rakkers gebouwd. Wat wil je, die gast zit er helemaal alleen zonder iemand. Natuurlijk is hij dan gekild. Onze ploeg is toch aan het verliezen. En ik ga wel opvallen, want er ga je toch nooit niemand winnen. Er is iemand met mij aan het kijken, wauw. Hallo meekijker. We winnen dit nooit. Hier liggen er appels, maar ik heb geen appels nodig.
Ja, we verslaan, hè, door een stom wapen dat geladen was. Anders was ik heel lang gewonnen. Jongen, 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 wat een lafweef is dat. Mijn wapen moest haar laden. Je bent niet eerlijk. Ik heb iemand gekild, ik heb ik gekild dan dat mijn wapen niet zo geladen moest zijn. Kutwapen. Dat was niet een van de beste match, maar ik heb toch wel een kill gemaakt omdat die kerel, ik weet niet wat hij deed en dat de buh en hij wist niet wat hij moest doen. Dat denk ik toch. Ik dacht dat ik een rifle. Oké, dat is geen rifle. Assault rifle, wat is dat dan? Hey, ik heb van iemand kunnen ontweken, dus ik heb nog maar één nodig en ik heb weer een 500 XP bij. Dus als ik het nog iets lukt. Dat was ook zo'n noob, die andere was denk ik ook een noob, maar ja, ik had geen keuze meer met mijn wapen, maar ik dacht, ja, ik kan kunnen schieten, ja, nee, het is mislukt. En ik had geen zin voor te bouwen. Ik had dat net al gebouwd, toen was aan het schieten haar op mijn. En die andere was aan het wefferen, ik zei, ik ga er achteraan zitten. Het is ook gelukt, maar ik ben gefaald door dat ik mijn wapen moest laden. En ik had de verkeerde wapen vast, dus dat kan ik hier zijn. Jij bent niet van onze ploeg. Hij is ook niet van onze ploeg. Oké, dat gaat wel op. Maar ja, daar ga ik erop. Ik ga loot leek klan. Ik zal hier landen, het lijkt mij een goede plek. Wat doet dat weef? Ik had twee duwtje achter elkaar gevonden. Ik heb er één meegesmokkeld, dus dat weef kreeg niets. Sorry dat ik een weef zeg, maar ja, het is ook een weef. Ja, we zijn weer aan het verliezen, zo te zien. Mijn holen eigenlijk. Zo rechts mijn holen, maar ze moet een keer leren winnen. In plaats van heel veel verliezen. Leren eens op te gaan. Want de meesten zitten er te verduiken of ze gaan op, maar ze gaan nog veel te rap op. Je moet eerst focussen op iemand dat je ziet achter schieten. En die zijn, oh, ik ga schieten. Hé, hey, hier zijn op de. Tegen alles de bommen weg kunnen. Dat zien ze dan ook aan je bommen behakken. Maar dat is niet erg, want hier zitten we in de zone. Maar soms zitten buiten de zone of zijn ze dom om daar naartoe te gaan. Leer mensen alsjeblieft slim te spelen, niet zo dom. Ik heb vandaag al een kill kunnen maken. Jullie moeten ook eens leren een kill maken. Dit neem ik al sowieso mee. Want dat is veel beter dan zo'n bommetjes. Oh, hier. Is het wapen? Oh, ja, nee, toch niet. Dat is lelijk.
van kogels. Zie, we zijn weer zwaar aan het verliezen. Niet zwaar, maar ook toch redelijk weer. Want dat is zo sukkel achter me nu. Ik had dat ook gehad, we waren just aan het winnen. En plus iedereen was massaal hard aan het verliezen. Ja, ik haal dit allemaal gewoon, want dat is een van de best loot en dat is niet echt super goed. Ik ben beter met dit wapen dat ik nu heb. Met deze wapen. Oké, ik ga zoiets nu weglopen. Dat is echt dat eerst had er nooit niets van materiaal beneden. Ik bedoel, een tafel, alleen maar een zetel. Het is like dat het hier, ja, ik weet niet wat het is. Like, ik moet een villa voorstellen op water, maar het trekt op geen zak. Oké, ik moet naar daar. Geef ze een tank, Twin. Goed zo, en begrepen het mijn. Hoe dat jullie toch moeten spelen. Oftewel vallen we ze weer, hè. Ja, ze hebben we weer verslagen. Maar laat me ook een kinkel maken, net zo biedt. Ik denk dat er daar een pro bij zit. Dat weet hoe dat hij moet spelen. Ik ben geen pro hierin, maar toch, ik weet al hoe dat ik het moet spelen. Hier zou ik meestal bommen als staan, want hier langs hier zou ze achteraf kunnen durven komen. Ja, ik wist niet. Wat is dit? Er rieven iemand die ze boot, maar het is dan een ding, dus ik ga hem nemen. Meestal wel dat het een trampoline is. Ik heb zelf een trampoline. Kijk, ik kan hem gebruiken nu. Ja, het is iemand gekild van onze ploeg. Hier, we zijn toch weer pijn aan het verliezen. Ja, nu staan we gelijk. Nu zijn we zeker verloren, ja. Sukkels. Ik denk dat die pro daar net verloren is, ja. Door deze shit bij me zijn we nu toch weer aan het verliezen. Ja, ik ben neergehaald, hè. Ja, en nu ben ik zeker dood. Oké, ik ga eens kijken hoe dat het gaat spelen. Ik was wel slim bezig, dus er kwam dan een hele bende. Ik was neer aan het schieten. Ik heb ze wat bekoeld. Ja, ik wil niet naar deze speler kijken. Ook niet naar deze speler. He, kan je niet wisselen van een andere speler? Maar deze noobs kunnen helemaal niets. Wat proberen ze er zelf? Ze zien al, ik zie dat ik iemand zei, maar het is er niemand. Leer op gaan in plaats van sniper te gebruiken in zo'n verte, dat lukt je nooit. Oké, we spelen nog één matchgebied. We zullen zien hoe hard dat ze zullen falen. Want ik kon het lekker gewonnen hebben als ik hem in de juiste koers had. Want ik heb ze sommigen toch wel beschadigd. Stuk of 3-4, ik kwam dan met stuk of 8-7 toe.
Ik denk dat hij niets anders kan dan met een sniper werken. Je ziet dat hij een noob is. Je ziet dat gewoon, die kerel zit hier nou rond te tjoffelen. Ja, onze ploeg is sowieso weer verloren. Maar we kunnen anders in dat zaal weer. Hamdit. Jolie. Dat is een keer slim voor iemand te rennen, maar hoe lang gaat dat duren voor iemand te rennen? Dat is super lang. Je zit nog maar 13 spelers. 12. Dat is heel dom wat dat je doet. Je bent misschien wel goed voor hem te helpen, maar nu zijn er maar 8 spelers en in die tijd kon je al iemand verslagen hebben. Als je ophing. Ga toch op, verduik je niet en gebruik een ander wapen. Dat is zo niet achter wat je doet. Heeft misschien 2 kills, maar die kerel is massa slecht bezig. Of misschien ze eerst kijk welke kleren ze zelf dragen. What the fuck? Hij denkt dat hij dat gaat winnen. En het is helemaal zo. Ja, ik zie dat hij het gaat winnen. Wauw. Hij zit zwaar aan het doodgaan. Ha, gewoon op. Je bent misschien met 3. Maar ik heb het net ook gedaan. We zaten met 6 of 7. Ik ben opgegaan. Ik had er bijna 2 neer. 1 had ik neer. Ja, heel dom. Dat is het domste wat hij ooit kan doen. Ja, voilà, wat zeg ik nog? Ik heb te hard met deze match te kijken. Ik kijk wel naar een andere match. Mijn eigen match ga ik spelen nu. Want die was de laatste speler die is gekillt tussen. En hij was super dom. Mensen, leer alsjeblieft slimmer spelen. Ga op, vecht tegen ze en wees geen mietje. Ik ben geen Fortnite fan, maar ik wil jullie dat duidelijk maken. Om 50 tegen 50 te willen spelen, moeten jullie elkaar helpen. Maar in situaties kun je dat niet altijd doen. En moet je gewoon wegfritten en iedereen killen dat je maar kan. Daarnaast had ik dat ook zo gedaan. Ik had bijna 2 kills en dan had ik er bijna 5 ook, naast bij elkaar, ja. Nee, ook niet dat gewoon, maar ze zagen me niet komen, dus ik zei, ik ga ze beschieten. En dan ja, hadden ze me gezien. Ze kwamen langs elke kant mee beschieten. En zo is dan ja, mislukt. Maar nu ga ik proberen goed te doen en accuracy kill ik ze. Maar ik heb niet, ze komen 8 zien naartoe, ze zien me daar niet lopen. Wat is dat dan? Als ze mij niet zien lopen. Hij, die draagt hetzelfde uniform, lijkt me, ja, lijkt mijn neef. Die draagt dat ook. Hey, blijf je stilstaan. Zie je? Zie je dat? Als je kijkt naar Fortnite, ik ga je naam niet zeggen, want ik weet niet of dat je dat wel of maar. Maar kijk, maar goed. Hij heeft hetzelfde pakkelijk, joh. Hij heeft ook zo'n PlayStation Pro gehad. Of heeft een PlayStation Pro. Ja. Dus als je wil kijken, kijk maar en je ziet dat hij dezelfde kleren aan hebt, leg jij dan. Misschien gaan we eens misschien met mijn cousin samenspelen, als je dat wil, een video maken en een keer zien hoe goed dat we zullen spelen. Ik zit nog niet zo verder. Ik ga hier randen. Dit is altijd mijn beste plekje geweest met hem en ook nog anderen. Maar hier landen we het massa veel de laatste tijd. En nu ga ik hier ook weer om. Ik denk zelf dat die blauwe dingen weg zijn. Of die paarse dat voor in te vliegen dat je weg kan gaan.
Ja, ik ga eerst deze innemen. Ik heb al direct een goed wapen gevonden. Hier liggen er soms wel af van goede wapens. Als je goed rondkijkt, zie zo. Nu moet ik alleen maar zien dat ik niet gekild word. Waarom? Ik zit daar heel dan met boeren. En dat flesje wil ik wel meedoen ook. Oh, schatkist. Dat lijkt veel beter, denk ik, want dat haalt dat verherstelt schild en dingen zo, dus ja. Wat is dit? Is dit een sniper? Ja, dat is zo in de... Oh, ja, dat is lekker. Oh, ik ga zeker meedoen, want dat is toch hetzelfde. Oh, dat is nog lekkerder. Dit is nog lekkerder. Dit is misschien wel een groene, ik denk dat dat beter is, maar toch. Hier nog een schatkist. Of toch zou ik toch al een shotgun doen, want het is lekker een gewoon, dus ja. En hij heeft meer kogels nu. En meestal zie ik er altijd vanuit de verte. Zie zo, nu heb ik wel een paar goede wapens. Dus hiermee ga ik wat toekomen, want we zijn toch een twin. Eindelijk eens. Anders ga ik landen het huisje. Want hier zijn we er toch bijna. En er is nog niet. Er zijn er helemaal nog niet heel veel. En als ik direct. Als ik daar direct ga landen. Zou ik daarvoor. Ja, ik had die gast niet gezien, hè. Stom wijf. Je bent een strut van een juffrouw, ja? Een juffrouw! Ik wil niet zien hoe hard hij verslagen wordt, juffrouwtje. Ik had dat niet door. Ik had niet gezien dat er iemand achter me aan zat, gewoon dat ik aan het land was. En dat juffrouwtje, met haar bril op en haar uniform, ik weet niet of dat een leerkracht is of wat, ook dan, het leek erop, want ze droeg kleren, oké? Okay? Pretangs is er geen uniform van juffrouw dit jaar, want het school is maar pas begonnen en ze willen geen school laten hierop staan. Maar toch, dat juffrouwtje heeft me zwaar gekild. Dat verdient respect, want ik ben weer verloren. Mensen, ik ga eens gaan pissen, de laatste match voor vandaag.
Oké, de laatste match. Ik ga weer daar landelijk daarnet, want er was daar toch niemand. Maar we zijn er ook niet meer zo heel ver weer van. Hier, ik had net echt allemaal goede loot. Maar die juffrouwtje moest me gewoon direct killen. Echt een supreme was dat. Nee. Waarom moet er hier nou noob slaan? Zo als ze er kunnen rappen, want ik kwam hier eerst, kan ik terug doen bij Zinder. Ik ga er niet achtervolgen. Ik vind het smerig wat ik me hier gedaan heb, maar ja, ze moeten maar niet meer loot pakken. Want ik ging ook shotkisten halen en zij moet die. Ziezo. Ik denk dat ik hier weg ben, want het ligt niks meer, want iedereen alles rept. Omdat ik niks meer heb, maar ik heb toch alles recht voor zijn neus. Dus ik kwam massa's op naar mij omdat ik gewoon mijn ding zat te smitten. Ik had er net een massa voor wapen, zo'n machine zelf dat ik noem, dus deze kan doordoen. Ja, dat is massa slecht. Ik wist niet eens dat dat kon. Als je uit de lift valt, dat je kan vliegen nu. Wauw, zo chill dat dat gaat. Vroeger kon dat hem niet.
We zijn bijna aan het winnen, toch niet. Dus daar is eigenlijk stand. Dit zal misschien toch een mooie match worden, maar we zullen zien. We zijn hier alles al verloot, dus hier kan ik niks meer nemen. Oké, ik ga me even redden. Ik heb niet meer al de tijd, dus weg. We staan iets van leek, dus misschien winnen we wel. Ik kan dat niet zien, man! Ik ben toch al dood. Lul. Ik kan dat zien, hè, maar ja. Ik had het niet onder controle als die kerel daar zat, just of dat hij ging komen. Dus ja, ben gefaald. Maar we zullen zien. Of onze team zou winnen. Ik had Bika een kill weer, Bika, ja, die noob niet gezien had, en ik wel gezien had, ging ik hem neerschoten in, en dat is ik weer een kill. Hier doet echt in het teamwerk, maar ik ging alleen op, dus niet altijd het slimste, oké, ik ben niet de beste speler, maar toch, ik probeer het mijn best te doen. Het lukt me wel soms, ik heb van toch een kill gemaakt, Bika 2, en nu net dat ik ook al een paar schoten kan doen, en sommigen lukt dat echt nooit. Maar je moet ook goed focussen op een, maar ik had me toen gefocust. Maar toen zat er, toen had er met de schiet niks, ik ga wegfritten en een gebouw die gaat achterkomen. Die is ook achterkomen, maar ik wist niet wat ik deed. Ik zat in verwarring even. Dat was een probleem van mij. Ja, onze ploeg had toch winnen, dus ja. Maar ik had toch afbekeken.
voor jullie. Ik weet niet of er tijd dat we nog hebben. Maar anders ga ik afsluiten. We gaan toch gewonnen en oké, ik ga het toch voor jullie doen. Allee, ja, het gaat lukken. Ik weet het niet zeker. Ah, ik weet niet aan hoeveel minuten dat we al zitten. Dus ja. Dat is wel een goeie, hè? Ja, maar je ziet dat direct hoe goed dat ze is. Ze is direct niet, ja, ze loopt direct weg, hè, nu. Ja, ze is neer. Zie je? Het is al mislukt. Ik weet niet wat dat haar plan was. Arthur! Arthur gaat winnen! Ja, nee, toch niet. Het zijn nog maar twee spelers, dus ja. Sowieso hebben we gewonnen. Het was ook zo'n noepploem, maar ja, het was zo'n noep 8 van mij ook. Hoe dat ik daar net aan te keer was. De eerste keer was ik beter dan nu. Ja, en daarnet zat ik in huis en dat was echt dom wat ik deed. Ze probeerden de laatste speler te vinden, maar ze hadden het wel vinden. Dus echt top. Met deze ding is, we zijn toch gewonnen, dat weet ik ook toch al. Dus nog maar één speler, dus voilà. Het was leuk om te kijken naar mijn video's, mensen, dank je. Ik heb slecht mijn best gedaan, dat is ook wel de waarheid, ik zeg. Ik heb ook wel goed mijn best gedaan, van tussen de twee. Dus ja, en dit keer was het ja, met die Solden Gold nog altijd. En 55, ik weet niet wat het is, Klappler, dat is een nieuw wapen ofzo. Coming soon, hè? Die komt nog uit. De Krappler komt nog uit. En dan is Sketch Some Race. Dat is van nu, denk ik. Dat is, denk dat pak. Ja, dat is dit. Voor de rest is er niks echt veel speciaal in Fortnite. Altijd nog het vijfde. Dus ik moet nog een keer komen. Dit is mijn nieuw pak dat je er nog niet echt te zien hebt. Daar heb ik wel een knie echt niet van. Want ik heb gewoon ja. Gratis gekregen binnen. Update doen in de PlayStation dingen. Ik weet niet hoe je dat noemt, ja. Play Store, denk ik. Ja, daar kun je dat pak kopen. Dus als jullie naar mij kijken, kunnen jullie zien in de video waar dat ik het gekocht heb en hoe dat ik het nu gezegd heb in de Play Store. Dus like en abonneer op mijn kanaal. Ik zal nog meer Fortnite maken, Far Cry, GTA en nog meer voor jullie mensen. Het was super leuk en tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Doei!